Hallo allemaal. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik er even, omdat Danielle die heeft weer een beetje moeite met intro. En ze heeft een beetje last van haar stem, dus ze kan ook niet heel hard praten. Vandaag is een speciale video, want we gaan namelijk slapen met Mirten en Fenna. We hebben vanavond een speurtocht, want het is een soort ponykamp. En daar gaan we nu voorbereidingen voor doen. We zien het niet hoor. Je bent zo'n tekenaar die zijn handen volledig voorzet. Ja, sorry hoor. Ik had er iemand links. Oké, dan doe ik hier wel. Ik ga nu jullie de spullen laten zien, omdat het nog niet eens op de helft is. Maar dit is de tafel waar we op eten. We hebben 8 bordjes. Eén voor ochtendeten, 2 voor avondeten. 4 voor ochtendeten en 4 voor avondeten. Ja, maar kijk, iedereen heen. We hebben een pret voor de startfinish. We hebben 4 bekers. Hele mooie groene. We hebben hier de kaartjes. Daar staan de vragen op. Omdat, dat hebben we nog niet helemaal uitgelegd, maar dat gaan we zo even uitleggen. Dit is mijn kunstwerk. Met een heel mooi pantoto die is gemaakt. De rieten. En het woord. Hier komt het woord uit van de vragen. Ja, maar dat gaan we zo even duidelijk uitleggen. Ja, dat wacht even. Dus dat is heel leuk. En we zijn hier heel stiekem met mensen. Nu ben ik weer even aan de beurt met mijn uitlegverhaaltje, omdat Danielle er ook niet zo heel goed in. We gaan de speurtocht dus zo voorbereiden. En ik ga even uitleggen hoe we de speurtocht precies gaan doen. Daar zien jullie later ook nog wel meer over, als we het echt gaan doen en zo. Maar we gaan hier gewoon beginnen in het weiland. En dan gaan we naar een strandje, een route doen. En daar gaan we dan zwemmen. En onderweg kunnen ze dan vragen vinden. En per vraag, als ze dat antwoord hebben, komt er een letter uit. Maar ze kunnen ook het verkeerde antwoord hebben. En krijgen ze de verkeerde letter. Dus dan kunnen ze het woord minder goed maken. Dus hoe meer ze fout hebben, hoe moeilijker het wordt het woord te maken. En uiteindelijk komen ze erachter wat het woord is. En dan krijgen ze een prijsje. En dat waren dus die dingetjes die Danielle net liet zien. Dus dat is een beetje kort samengevat in uitleg. En nu gaan we aan. Wat wil ik kopen? Kijk, hier beker. Nou, de tafel staat op. En nu gaan we er. Ja? Jump! Tekenen met. Oh ja, dat is wel handig om uit te leggen.
wordt gewoon versneld hoor. Anders is het echt heel jammer, want we gaan natuurlijk zwemmen en we gaan. En alle vragen die mogen natuurlijk niet nat worden. En ja, we hopen überhaupt dat het een beetje mee zit met de wind, zodat het, dat jullie ons. En we gaan slapen in een tent. Ja, oh ja, dat ook. En we hopen dat alles goed gaat. Oké, we zijn hier dus nu en het is hier super zonnig nog. Lijkt het ineens alsof we de hel in gaan of zo. Ja, ik weet niet hoe het kan. Ik weet niet of je het ziet op camera. Jawel. Je ziet ook echt van die gekke wolken dingen. Hele lage wolken lijkt het. En dan echt van die hele gekke puntjes en alles onderaan. Moet je daar eens kijken, Danielle. Daar. Heel gek allemaal. Oké, dus dan even Denise haar vlogkwaliteiten. Want het is een beetje slecht weer geworden ineens. Danielle die is nu de stoemkruid aan het overdoen. En het is nu wel een beetje afwachten hoe goed weer het gaat worden. Dus misschien gaat het zwemmen niet door. Maar we gaan sowieso wel de speurtocht doen. Als het zo weer blijft. Als het niet erger wordt. En Danielle die komt er nu net aanlopen. Ik weet niet wat we nu nog gaan doen. Nu net de vraag even wat we moeten doen. Ja, even de stoeletjes. Ga ik even kijken of het goed is hier nog. Even de stoeletjes gaan we nu regelen. Ja, want de tafel zonder stoel is niet handig. We hebben één vraag was weggewaaid. En die hebben we vastgeplakt met tepenesses. Vastgeplakt met tepenesses. Vastgeprikt. Ik vind deze envelop zo leuk. Die, niet die. Jawel, dat is ook cool. Oké, maar wij gaan dus nu heel even naar Merten. We gaan nu heel even overvallen met de camera. Oh, you need this stop! Staat voor je deur! Je hebt de postcode terug! Kijk hier, je geld!
godslicht is je altijd één stap voor. Ja, gefeliciteerd. Je hebt een uitspraak, Epinez is gewonnen. Nee, we komen even vragen. Jij had toch de stoeltjes? Ja. Maar we zijn helemaal een berg om gefietst om al deze vragen op te maken. Om allemaal vragen op te hangen. En toen ging het ineens keihard waaien. Het wordt sowieso niet meer mooi weer, maar... We gaan sowieso. Ja, ja, wij gaan niet. Ja, maar wat gaan jullie doen dan? Zij gaat op de pony, ik ga op de fiets. Ja, maar je zei we gaan niet. We gaan niet, niet de proef doen. Ben je mee? Ja. Wil je even helpen met de stoeltjes? Ja. Bliepjes. Hallo. Zeg even hallo. Hallo allemaal. Ik heb haar intro gedaan, hè? Ja. Ik snap niet wat nou, je... Meerten is daar naast mij. Kijk. Ik heb dat eruit geplukt. Wat grappig. Het is alsof een zwaar. Is dat een grafsteen? Grafsteen? Wat een grafsteen zeg. Hey. Heb jij grafsteen? Grafsteen. Wow, het weegt niks. Nee, grappig toch? Ik vind het leuk. Wat een spons. Kijk, mag ik het plat drukken? Ja. Oh nee! Ik kan nog wel een stuk van je pakken. Ik heb het al. Hoezo, het weegt niks? Tuurlijk weegt het niks. Het is ook hartstikke klein. Nee, maar Daniela dacht denk ik dat het gewoon een nat prutje was. Oké, precies zo doen. Nou, ik ben hier met Denise. Ik ben er ook. Met en daar. Oh, het is echt gewoon een spond. Indruk komt ook gewoon. Het is een squishy. Het is daar. Daar is mijn paardenweiland. Ik ga. Oh. Ja, we zijn nog bij de overkant. We hebben nog maar 3 minuten te filmen, hè? En dan moeten we een nieuw SD. Dit is hun weiland, want daar staan alle sprongen. Kijk, squishy. Daar. En dat is ons weiland. Maar we gaan nu even een nieuwe SD-kaart ophalen. Want dan komen we niet goed en kunnen we niet mee. En nieuwe spullen. Ik ga even een tour spullen. Doen. Ik ga even een tour doen. Nee, dat moet straks. Heel even! Het is niet een grote tour. Dit is de tent. Oh, wacht even. We moeten hem even neerzetten. Dit is de tent. Je ziet helemaal niks. Dit is het kleine binnenstukje waar ik dat spul pas neer heb gedaan. Die is nog niet in beeld. En dit is... Echt jammer. Is het luchtbed nu niet leeg? Nee, dit is het luchtbed ligt hier al een paar weken. Okay. Deze tent hebben we al een tijdje opstaan voor nee, geen reden. Lek. Hier hebben we... Nee, je mag wel voelen hoor. Als het lek waren... Ik op die. Oké, ja, ik wil weer hier. Ik slaap altijd aan die kant. Oh, die is zachter. Ik heb geen zin om ze weer op te pompen. Nee, dat... Zullen we nu de andere spullen halen? We gaan nu even de andere spullen halen en we hebben de nieuwe steekkaart. Maar het is wel heel, heel benauwd hier. Maakt niet uit. Stop maar gewoon. Oké. Okay. Spring! Nu wil hij niet springen, hè? Want ik hem in mijn hand heb niet. En ze zijn zo cool. Springkaart is echt cool. Oh my god! Oh, vlieg! Ik schrok! En het regent. En ik heb maar even een vreemd dingetje daarop gelegd en... De spullen liggen hier en de tent half uitgeklapt. Echt een chaos. Ik hoop dat onze hint echt niet kapot zijn. Ik denk het wel, maar ja, ik weet ook niet waar. Ja, die liggen. Ja, ik ga nu alsnog gewoon naar Denise fietsen of naar Mirtha. En ik heb hier de dingetje al aan en ik weet niet van Fenna blijft, maar ik ga gewoon. Ik film. Hallo, zijn we weer. Fenna is nog steeds niet in de video. Heel nat. Fenna is wel al geweest, alleen niet, in, de video. Ja. Ze komt zo. We hebben nu de andere tent ook al. Waarom gezet. Is het kut dopjes? Kijk, dit is mijn... Hey, waarom schenken jullie beiden niet voor mij in? Nee, maar we hebben de tent ook opgezet. Anders. Dat is heel moeilijk. Ja, dat ding is gewoon zo'n klaptentje. Is die ingezoomd? Ja, maar er moet alleen nog het haring in. Dus... Nee, ik wil niet inzommen. Hij lijkt ingezoomd. Maar er zit nog geen haring in. Het is maar nat. En vergeleken met David, die heeft een heel voorstuk. Maar, eeuw, ik gooi het allemaal over mezelf heen. Weet je, we hebben wel echt professionele cameravrouw. Weet je wat jou nu doet, lijkt het alsof ik in mijn broek heb geplast. Ik plas Ranja. Hallo iedereen. Iedereen vindt het allemaal eng, zo hè. Eeuw, dit is echt...
Ik moet even mijn de... Oh, Star. Ik zal het even filmen. Ik vind het vreemd, want die tent staat hier echt al een paar weken. En dat ding staat hier nog maar net. Maar oké. Trouwens, we hebben wel rekening gehouden met de kaartjes verstoppen. Met dat die niet in de buurt van koeien staat. Mm-hmm. Star is bang voor koeien. En tenten, blijkbaar. Ik kom En daar is Penna! Met haar hele camping set. Ik heb mijn kussen niet mee, dus ik denk dat ik gewoon op een paar kleding spits. Dat is wel weg. Of is die op mijn kussen? Zoals je altijd alles. We hebben maar een klein tentje. Ja, je spul kan maar bij ons liggen. Wat heb je allemaal mee? Dit is mijn dekentje. Ja? Mijn kussen, mijn rijlaars, mijn bekend en al dat soort shit. En hier mijn kleding. Oké, kom. Ik zie jullie kijken. We hebben hier twee kussens. Ik heb ook twee kussens. Waarom hebben jullie twee kussens? Alleen ik heb niet twee kussens mee. En dat is dat vond ik asociaal. Waarom heb je twee kussens mee? Rit, Penna. Chat. En daar is Denise. En ik zit hier op mijn stoel. En Mitten is lekker. Is het gek om een te krijgen? Nee hoor. Kut, ik ben mijn camera vergeten te ontvoeren. Ja, maar we moeten zo meteen nog... We moeten sowieso nog... Danielle die heeft is van alles vergeten. Oh, sorry, ik kan er niks aan doen. Daar zit Spitty! Hallo, welkom weer even bij de Denise vlog. We gaan even spulletjes pakken. Ik moet even kijken wat we eigenlijk allemaal hebben. Ik weet het namelijk. Ik ben hier met Denise. Het is een soort van Noob versus Pro, alleen als je... Pro versus Noob, sukkel. Oh ja. Daarom ben ik ook zo. Eerst dekje. Ja, doe maar. Goed zo. Pak je het mondje. In je tas. Het is echt heel grappig. Nou, we zijn dus bij Sprinter. Meerten en Penna komen er zo aan. En dan beginnen we de speurtocht. Ik ga nu even de lijn wat beter maken. Voor de leuk. En... jongens, onthoud dit. Mijn hoofd er tegenaan zetten. Ja, blijft altijd. En dan heb je hier mooi alles vrij. Zo, single maar aan. Ja, dan moet ik wel eerst de single hebben. Kut, zijn we die vergeten? Kut! Oh, wat slecht. We zijn zojuist de single vergeten. Zal ik het anders heel snel pakken? Ja, is goed. Wat moet ik nu doen dan? Dus nu alleen de Sprinter, want Danielle die is nog eventjes single gehaald, die was vergeten. Nou, dit was deel 1 van het Ponycam video. Over waarschijnlijk 1 of 2 dagen komt deel 2 online. Of misschien wel dezelfde dag, moeten we nog even zien. Komt dan wel, want we zijn nu aan het editen en we zijn erachter gekomen dat de video anders iets te lang wordt. Ja. Dus tot over 1, 2 of 0 dagen. Doei!